Bushouders die de route Paramaribo-Lelydorp, PL, en Paramaribo-Onverwacht Zanderij, PO, onderhouden, zijn ontevreden over het tarief van een busrit en de controle vanuit het ministerie van Openbare Werken. Buschauffeur Suraj Zahadoulal van de route PO zegt dat het grootste probleem is dat er illegale bussen rijden en dat sommige chauffeurs de route niet optimaal onderhouden. Hij geeft aan dat de problemen zijn begonnen met de pendelbussen die een vergunning hebben gehad om in de binnenwegen passagiers te halen en af te zetten. Het tarief van een PO-bus bij wet en volgens de calculatie eigenlijk zou dicht bij de 5 SRD 50 cent moeten zijn. Maar dat is het geval niet. Die pendelbussen nemen vanuit Lelydorp naar Onverwacht 3 SRD. En als je 3 SRD neemt en als je vanuit Lelydorp naar de stad komt, als je 2,50 betaalt voor die PL-bus, dan betaal je al als iemand van Para 5 SRD 50 cent. PO-bussen rijden van hieruit naar Onverwacht voor 3 SRD. En dat is ongekend. En dat is het grootste probleem. Als die tarief van de PO aangepast gaat worden, maar hoe het eigenlijk berekend zou moeten worden, dan gaan die bussen niet op de route PL een overtollig situatie veroorzaken. Want dan als je 5 SRD 50 cent een passagier gaat kosten van de route Onverwacht, dan gaat iedereen naar Onverwacht willen gaan, want dan ben je tweemaal van jouw tarief wat we op de PL hebben. Toch, dan gaat niemand geïnteresseerd zijn om voor een 2,50 te gaan rijden op de route PL en daar een concurrentiepositie gaan ontwikkelen met de PL-bussen. Dus dat is dat ding en dat is het voornaamste oorzaak dat uiteindelijk chaos ontstaat op de route PL. Zahadoulal zegt verder dat niemand de illegale bussen controleert. Volgens de buschauffeur ligt de fout bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. U hoort ook buschauffeur Rewin Bachnat van de route PL. Het ministerie zegt van we willen ordening, we willen orde, dit en dat. Elke keer komt er verwijten vanuit het routepad van Wanica dat die bussen wild rijden. Maar wij bushouders, wij als vergunninghouders, wij willen die ordening. En wij koesteren en wij zeggen wat de voornaamste oorzaak is van waaruit dat ding is ontstaan. Die pendelbussen, ze moeten een ander karakter gaan krijgen. Ze moeten hun route gaan onderhouden binnen wegen en je brengt die mensen naar de hoofdweg. En vanuit de hoofdweg gaan die PO-bussen die mensen transporteren. En op Lelydorp moeten wij 4 tot 5 PO-bussen parkeren, zodat wij het groter aanloop wat we hebben in Onverwacht, dat we dat makkelijker en sneller kunnen verwerken. Maar dat is er niet. Wij hebben het ministerie gevraagd en het ministerie zegt in deze, we zijn bezig. Elke keer hoor je daar, we zijn bezig. Je gaat bij de heer Fallis, je gaat bij de heer Marengo, je gaat bij mevrouw Blokland. Je hebt bewezen, in het begin zeiden ze van, je komt met fotomateriaal, videomateriaal. Dat hebben we alles gedaan en er komt niks van terecht. Dus met deze drie mensen zijn we eigenlijk al zat. We weten niet waar we eigenlijk nu moeten gaan. En die problemen zijn op een brief gezet, gestuurd voor de minister, voor het hoofd van het openbaar vervoer, hoofd van de controle dienst. Elke keer hoor je van ja, we gaan een kijkje nemen, we gaan beginnen met acties ondernemen, maar er komt er niks van terecht. Hierbij wil ik jullie meedelen dat de oorzaak van de chaos die we nu op de route PL hebben, de directeur van transport, mevrouw Joyce Blokland, zij is de hoofd, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden voor haar, maar zij is de oorzaak van alles wat we nu hebben op de Indira Gandhiweg. Ik ben altijd in die vergaderingen geweest, toenmalige minister Miranda. Hij was wel welwillend. Hij wilde altijd naar ons luisteren, maar sinds hij vandaar is weggegaan, is het helemaal slecht geworden. De buschauffeurs Rewin Bachnat en Suraj Zahadoulal. Zij hebben vanmiddag de pers te woord gestaan over de problemen op hun busroutes. De bushouders eisen een tariefsverhoging en betere controle door het ministerie van OVT en C.